Wanneer in de jaren 30 Adolf Hitler in Duitsland aan de macht komt, begint er in Europa iets te broeien. Duitsland verkeert in een economische crisis. En ook de verbittering over de verliezen in de Eerste Wereldoorlog maakt de bevolking vatbaar voor Hitlers antisemitisme en oorlogsdrang. Het duurt niet lang voor de nationaalsocialisten de macht grijpen en Duitsland in een dictatuur veranderen. De Joden worden door Hitler aangewezen als zondebok voor alle ellende. En ze krijgen in toenemende mate te maken met vervolgingen en geweld. De dreiging vanuit Duitsland richting Europa groeit. En de angst voor oorlog lijkt ook in Nederland reëel. De internationale toestand heeft de regering doen besluiten onze grenzen te versterken ter handhaving van onze neutraliteit. Niet alleen op de grote verkeerswegen, maar ook op de kleine landwegen zijn versperringen aangebracht van ijzeren palen. Bovendien wordt elke versperring door verdekt opgestelde mitrailleurs en kanonnen beschermd. Belangrijke bruggen worden streng bewaakt. En slechts na scherpe controle mag een brug gepasseerd worden. Duitsland is niet te stoppen en Europa bereidt zich voor op oorlog. Op 1 september 1939 valt Duitsland Polen binnen. De Tweede Wereldoorlog is een feit. Polen had heute Nacht erstmal op onze eigen soldaten geschossen. Seit 5:45 wird jetzt zurückgeschossen. Nadat Hitler meermaals heeft beloofd de Nederlandse neutraliteit te zullen respecteren, geeft hij toch de opdracht tot een invasie in ons land. Nederland en ook België worden op 10 mei 1940 binnengevallen door Duitse troepen. Na 5 dagen strijd is het voorbij. Een bombardement op Rotterdam dwingt Nederland tot de overgave. De stad raakt volledig verwoest. De bevelhebber van de Nederlandse troepen, generaal Winkelman, rest niets anders dan het tekenen van de capitulatie. Met de intocht van de Duitsers in Nederland vertrekken de leden van het Koninklijk Huis hals over kop naar Engeland, om niet als gijzelaar in handen van de bezetter te vallen. De komende 5 jaar zucht Nederland onder het juk van de Duitse bezetter. Het nieuwe Duitse gezag is officieel wanneer op 29 mei 1940 Arthur Seyss-Inquart tot Rijkscommissaris der Nederlanden wordt benoemd. In deze stunde geht die oberste Regierungsgewalt im zivilen Bereich in den Niederlanden nach dem Willen des Führers von Ihnen, Herr General Falkhausen, auf mich über. Es liegt nichts vor, was uns hindern könnte, einander mit Achtung zu begegnen. Sieg!
mit ner Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Wenn sich die späten Nebel wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Op het Marktplein te Heerlen vindt de installatie plaats van de streken uit Zuid-Limburg van de Nationale Jeugdstorm. De installatie der bijna 600 stormers en stormsters geschiet voor de hoofdstormer van Geelkerken en wordt bijgewoond door tal van autoriteiten. Ook in de Nederlandse mijnstreek in Limburg is de deelname aan de inzameling voor wintergoederen voor het Oostfront groot geweest. In Eigelshoven was het centrale punt waar alle goederen uit de mijnstreek werden verzameld. Thank you.
Hier Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. Hier volgt, luisteraars, de tekst van een boodschap die de geallieerde opperbevelhebber, generaal Eisenhower, heeft gericht tot het bezette West-Europa. Troepen van het geallieerde expeditieleger zijn hedenmorgen geland op de Franse kust. De landing in Normandië op 6 juni 1944 brengt de eerste hoop op bevrijding. De geallieerde troepen komen dan helaas niet verder dan zuidelijk Nederland. Na onder meer Eindhoven en Nijmegen te hebben bevrijd, strandt hun opmars bij Arnhem. In de strijd vallen er ook Britse bommen op enkele Nederlandse steden. De slachtoffers die hierbij vallen worden door de bezetter aangegrepen om de morele steun voor de geallieerden te ondermijnen. Voor de Nederlandse bevolking gaan eind 1944 de zwaarste maanden van de bezetting in. Voedsel en brandstof raken schaarser. Op den duur wordt op sommige plaatsen het voedseltekort zo groot dat mensen vanuit het westen van het land op hongertocht naar het oosten gaan, in de hoop daar nog wat voedsel te kunnen krijgen. En wie niets heeft, behelpt zich met tulpenbollen. Vanwege de schaarste is voedselsmokkelen verboden. Maar in barre tijden worden mensen inventief. Op het einde van de oorlog, wanneer de hongersnood het grootst is, staan de Duitsers toe dat geallieerde vliegtuigen voedselpakketten afwerpen. Deze worden door de noodlijdende bevolking gretig in ontvangst genomen. De onderdrukking, vervolging en deportatie van Joden gaat gedurende de laatste jaren van de bezetting onverminderd door. Vanuit de verschillende doorvoerkampen in Nederland worden tienduizenden Joden op transport gezet naar de concentratiekampen in het oosten van Europa. Na een helse treinreis van enkele dagen wachten Joden en andere gedeporteerden de horror van de concentratiekampen. Het merendeel van de gedeporteerde Joden keert niet terug uit het oosten. En uiteindelijk zijn meer dan 100.000 Nederlandse Joden omgekomen in de Duitse vernietigingskampen. Een half jaar nadat zuidelijk Nederland is bevrijd, geven de Duitsers zich over. Op 5 mei is Nederland weer een vrij land. Met een geweldig vreugdebetoon worden de bevrijders ingehaald. De Duitsers verlaten het land. En vanuit Engeland kunnen koningin Wilhelmina en prins Bernhard terugkeren naar Nederland. Ook zij worden vreugdevol verwelkomd door de opgeluchte Nederlandse bevolking. Thank you.
guys, grab your gal and hit the floor, cause here's that beat you've been waiting to swing to. Who's the love and daddy with the beautiful eyes? Walk the back streets, I like to try and decide. I just tell my baby, won't you swing it with me? Choke and tells your baby, want to wing it with me? So if that's funny, darling, may I and Judy, then don't leave me waiting while I'm in the mood. In the mood. In the mood. In the mood. It didn't take me long to say I'm in the mood now. In the mood.
Op dit grote kerkhof bij Margraten in Zuid-Limburg rusten de stoffelijke resten van 20.000 Amerikaanse soldaten die hun leven gaven in de strijd voor vrijheid en democratie. Al deze graven zijn door Limburgse families geadopteerd. Op Memorial Day worden de gevallenen herdacht. Er worden kransen gelegd door generaal McNane namens het Amerikaanse leger en door prins Bernhard uit naam van Nederland. It's my day. Bend an ear and listen to my version of a really solid Tennessee excursion. Pardon me, boy, is that the Chattanooga choo-choo? Yes, yes, track 29. Boy, you can give me a shine. Can you afford to board Chattanooga choo-choo? I got my fare and just a trifle to spare. You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing 8 to the bar, then you know that Tennessee is not very far. Shovel all the coal in, gotta keep it rolling. There you are. There's gonna be a certain party at the station. Satin and lace. I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam.
Chattanooga choo-choo. Won't you choo-choo me home? Chattanooga, Chattanooga. All aboard. Chattanooga, Chattanooga. Get aboard. Chattanooga, Chattanooga. Chattanooga choo-choo. Won't you choo-choo me home? Chattanooga choo-choo. Geantwoord op vragen uit de Tweede Kamer over de grenssituatie in Kerkrade. De afrastering blijft gehandhaafd, zegt zij. Langs het hek in de Nieuwstraat, dat op last van de Nederlandse autoriteiten werd geplaatst, rijdt op Duits gebied de tram Herzogenrath Aken. Een eind verder staat de prikkeldraadafrastering, die voor de oorlog door de Duitsers werd opgericht. Bij Bleierheide, waar de weg geheel op Duits grondgebied overgaat, bevindt zich een grenspost. Voor de bewoners van de Nieuwstraat betekent de afscheiding een grote sta in de weg. Want om even naar de overkant te gaan, moet men de douane passeren en dikwijls een heel stuk omlopen. Het hek werd indertijd opgericht om het smokkelen tegen te gaan. De douanebeambten aan beide zijden van de grensstraat konden al dus een betere controle uitoefenen. De bewoners van Kerkrade hadden gehoopt dat het hek na de oorlog zou verdwijnen. Maar toen na de grenscorrecties de scheidslijn iets langer werd, heeft Nederland de afrastering verlengd. Ook alweer om het smokkelen te bemoeilijken. En onze regering wenst deze toestand dus thans te handhaven. Op de weg naar Europese eenwording bevinden zich nog vele obstakels. U heeft kunnen kijken naar beelden van oorlog en bevrijding in onze omgeving. En gelukkig wordt er in Landgraaf veel aandacht geschonken aan de herinnering van de oorlog, getuigen diverse monumenten die we hier in Landgraaf daartoe hebben. En een van die monumenten, dat wordt binnenkort weer opnieuw onthuld, omdat daar een namenbord bij wordt geplaatst van namen die er toen bij de eerste onthulling niet bij waren. En Theo van de Wetering, die heeft daar eigenlijk voor gezorgd en die kan ons er ook meer over vertellen. Ja, dankjewel Jacques. De historie gaat vrij ver terug. We schrijven dus 6 mei 1950 onder bezielende leiding van de burgemeester Banning kwam dat oorlogsmonument hier in Schaarsberg tot stand. Het ontwerp is van een pater, pater Poik, en zoals gezegd op 6 mei werd het onthuld. Alleen wat mij altijd bevreemd heeft is het feit dat de namen van betrokkenen, en dan bedoel ik dus de slachtoffers, zowel in het verzet als militairen als burgers, 39 in totaal, niet op dat monument vermeld waren. Dat had waarschijnlijk zijn reden, mogelijk een financiële reden. Mogelijk ook het feit dat het toenmalige kerkbestuur waarschijnlijk er geen behoefte aan had verzetsmensen op die plaat te vermelden, gezien het feit dat het verzet waren over het algemeen mensen uit een andere overtuiging, laat ik zeggen socialisten, communisten. Het heeft mij altijd gestoord, gezien het feit dat mijn vader dus ook in het verzet is gestorven. Ik heb op 23 mei 2013 heb ik een verzoek ingediend bij het gemeentebestuur van Landgraaf en gevraagd of ze dus die 39 namen wilden vermelden. Nou, ik kreeg op vrij korte termijn bericht dat het college zich daarover wilde beraden. En dat heeft men gedaan. En voor een paar maanden terug is de beslissing gevallen, dus dat de namen erop vermeld zullen worden. De burgemeester en ik zullen dan zorgen voor de onthulling. En we willen hopen dus dat er vanuit het publiek voldoende belangstelling is voor deze eenmalige ceremonie.